Gijs Horvers, jij doet mee in deze campagne. Ja. Leuke moderne bril, vlot jasje. Jij bent helemaal niet eng. Nee, dat is ook de bedoeling van de campagne. Dan heb je het gelijk bij de neus te pakken. Mensen met psychische kwetsbaarheid, zoals ik het allemaal noem, die staan midden in de maatschappij. En maken ook allerlei dingen mee. Je kunt ze tegenkomen bij de bakken. En als je het in één keer weet, dan gaan mensen raar reageren. Daar gaat het eigenlijk over. Wat heb jij? Ik heb autisme. En hoe wordt erop gereageerd in jouw omgeving? Vaak zeggen mensen, ja, ik zie helemaal niet aan jou dat je autisme hebt. Dan zullen we wel licht autisme hebben. Ze zijn net nog een journalist tegen mij. Ik zeg, ja, daar heb je al het eerste stigma te pakken. Want je weet verder helemaal niks over mij, maar je hebt al meteen een oordeel. Andere mensen die denken bij autisme in één keer dat ik geen contact kan maken. Of dat ik niet zou kunnen werken. Terwijl dat is allemaal niet zo. Wat zou jij nou heel belangrijk vinden? Dat er al bereik je maar één dingetje met jou meedoen aan deze campagne. Wat zou dat zijn? Eén ding, dat er wordt gepraat niet over mensen, maar met mensen. Met een psychische kwetsbaarheid. Zoals wij nu doen? Ja, gewoon in gesprek treden. Durf nieuwsgierig te zijn naar wat de ander beweegt. En je bent helemaal niet één? Nee, ja, misschien dat je daar gaat huilen in je auto, maar ik weet het niet.